echt wel wat te melden. Maar er wordt niet naar me geluisterd. Herken je dat? Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen die van de inhoud zijn, ook het podium krijgen. Ja, dat is best lastig. En zeker als je het geprobeerd hebt en denkt, ja, er wordt toch niet naar me geluisterd. Dan haak je af. En dan geef je de ruimte aan de praatjesmakers. Mensen die er wel goed in zijn om in het middelpunt te staan. Maar die een boodschap hebben die niet per se ertoe doet. Poos geleden was ik bij een groot bedrijf, bij een bijeenkomst. En een van de jonge medewerkers vertelde daar, ze had wiskunde gestudeerd. Ja, ik wil echt wel iets delen in mijn team. Maar ja, er wordt niet naar me geluisterd. Ik krijg daar niet de ruimte voor. Dus ja, ik ga je helpen. Hoe doe je dat dan? Het belangrijkste is om te realiseren dat jij heel veel weet, maar niet alles wat je weet relevant is voor je doelgroep. Dus focus je op dat ene ding, die ene boodschap, die relevant is. En daar kom je alleen maar achter als je je verplaatst in je doelgroep. Als je echt in hun schoenen gaat staan. Kijk dan naar de inhoud die relevant is, maar ook naar de taal en de vorm en het kanaal wat je gebruikt. Dus deel je boodschap niet op een kanaal wat jij zo interessant vindt, maar kies het kanaal waar jouw doelgroep zich op bevindt. Een heel fijn hulpmiddel wat ik heb leren kennen is de begripscode. En de begripscode zegt dat er 4 communicatievoorkeuren zijn. En elk persoon heeft 1 dominante voorkeur. Het eerste type, dat zijn mensen die gericht zijn op het vermijden van risico. Die willen een goed onderbouwd verhaal met solide argumenten. Het tweede type, dat zijn mensen die heel resultaatgericht zijn. Die moet je juist niet vermoeien met al die argumenten, maar die willen heel kernachtig je boodschap horen. To the point. Het derde type, dat zijn mensen die willen graag geïnspireerd worden. Die moet je niet te veel voorkouwen, maar die moet je inspireren. Een beeldend verhaal geven. En dan hebben we het laatste type. En dat zijn mensen die gericht zijn op hun omgeving. Die zijn sociaal gedreven. Die kijken naar hun buurman. Wat vind jij? En baseren hun mening daarop. Voor die doelgroep helpt het om andere mensen in te zetten om het verhaal te vertellen. Of om te vertellen hoe anderen daarop gereageerd hebben. Dus focus je op de doelgroep. Vermoei ze niet met alles wat jij relevant vindt, maar kies juist dat ene uit wat echt relevant is. Want stel je voor dat je zoveel over je doelgroep uitstort, dan is de kans dat dat ene overkomt ook heel erg klein. Je kent het wel, je praat langs elkaar heen. Wat je juist moet doen, is op dezelfde golflengte komen als je doelgroep. Dus focus je daarop en neem even tijd om te bedenken welk type jouw doelgroep is. Welke communicatievoorkeur past bij je doelgroep. En misschien zeg je wel van, nou, mijn doelgroep zijn juist 2 verschillende types. Dan kan het zijn dat het helpt om jouw boodschap op 2 verschillende manieren te brengen. Er is niet een one size fits all die werkt voor iedereen. En je boodschap is ook echt niet voor de hele wereld op dezelfde manier relevant. Dus focus je op je doelgroep, ga in hun schoenen staan en breng op die manier je boodschap. Dan zul je zien dat er wel naar je geluisterd wordt. Succes!